Dag allemaal, hier zijn we weer met een filmpje over een tekst die jullie momenteel aan het verbeteren zijn. Het gaat om Erasmus Lof der Zotheid of Moliae Encomium in het originele Griekse titel. Hoewel jullie de tekst wellicht beter kennen onder de alternatieve titel Laustul Titiae. Salvete omnes, de nuo peliculam vobis offerimus de textu, quem hoc tempore emendetis. Pertinet ad Erasmi Moriae Encomium, ut auctor ipse verbis graecis designat, quamquam vos hoc opusculum melius sub latino titulo novistis, qui est Laustul Titiae. Inderdaad, Erasmus noemde zijn werkje liever Moriae Encomium, omdat hij het idee voor de tekst kreeg toen hij aan zijn vriend Thomas More moest denken op zijn terugreis uit Italië naar Engeland. Op zijn paard in de Almen bedacht hij dat de achternaam More wel heel erg leek op het Griekse woord voor dwaas, moros. Dat idee werkte hij verder uit van zodra hij bij Thomas More thuis was aangekomen in Londen. Hij schreef de tekst naar eigen zeggen uit op slechts een paar weken tijd, om de tijd te verdrijven terwijl hij wachtte op de aankomst van zijn boekenkist. Erasmus opusculum suum titulo graeco Moriae Encomii induit, cum ab Italia ad Angliam per Alpes iter faceret de amicis suis Anglicis cogitans, praesertim de Thoma Moro. Nam tempus quo equo incedebat terere noluit, itaque animo suo cognomen Mori lucit. Quod verbum graecum morus it est, stultus Erasmo memoravit. Quae cogitatio Erasmum cum primum domum Thomae Moro adiit, ad opusculum jocosum scribendum excitavit. Erasmus wilde het werkje, bestemd voor intieme kring, initieel niet publiceren, maar zijn Engelse vrienden stimuleerden hem om het toch in het licht te geven. Het ging al snel een eigen leven leiden en werd gepubliceerd in Parijs zonder Erasmus' toestemming. Om er zelf munt uit te slaan, gingen eigen edities verzorgen. Uiteindelijk zou hij 7 verschillende uitgaves op de drukpers leggen, die hij telkens maar bleef uitbreiden en herwerken. De toon werd al maar serieuzer en bitterder. Erasmus ut ipse ait, opusculum quod solum sodalibus suis legendum destinavit, et initio in lucem edere noluit, sed amici eius Anglici hunc librum edere cupi verunt. Opusculum Parisiis Erasmo invito editum, subito animos lectorum incitavit. Paulo post ipse editionem castigatam, eadem in urbe divulgavit, tandem 7 editiones diversas recognovit, quarum unam quamque augebat ac mutabat. Sapor huius opusculi, eo amarior factus est, quo minus joci supererat. De tekst neemt de vorm aan van een redevoering waarin de dwaasheid haar eigen loftrompet steekt. Het is dus een lof van de zotheid door de zotheid zelf, wat meteen ook het geniale is van het werk. Het is een lofprijzing van iets dat eigenlijk geen lof verdient. Een zogeheten paradoxaal encomium. De redenvoering of declamatie heeft geen klassieke retorische structuur, maar bouwt op van het leven van alle dag, via politiek tot het christelijk geloof. De dwaasheid stelt dat ze nodig is om het leven in deze wereld aangenaam, of op zijn minst draaglijk te maken door alcohol, gokken en het huwelijk. De dwaasheid verblindt leiders van de kerk en staat om gelukkig te zijn in hun onverantwoord gedrag. En de dwaasheid stelt christenen in staat om deze wereld af te wijzen ten gunste van spiritueel geluk in dit leven en de gelukzaligheid in het hiernamaals. Textus formam orationis habet, in qua stultitia semet ipsam laudat. Unde est laus stultitiae duplici in modo, quod ingenium huius declamationis est. Est laudatio alicuius rei, quae laude digna non sit, cuius genus encomium paradoxum dicitur. Id encomium compositionem claram non habet, initium sumens a vita quotidiana per politicen usque ad fidem Christianam. Primum stultitia se necessariam ad vitam hoc in mundo jucundam vel potius tolerabilem redendam automat, quem scopum vino, alea,
matrimonio attingere possumus. Dein stultitia duces ecclesiae reique publicae caecat ut felices sint in vitiis eorum. Postremo stultitia efficit ut Christiani hunc mundum renuntient pro felicitate religiosa in hac vita ac pro beatitudine post hanc vitam. Toen Erasmus zijn lof der zotheid schreef, had hij pas een nieuwe uitgave van zijn spreekwoordenboek, de Adagia, op de drukpers gelegd. In Venetië bij de gerenommeerde drukker Aldus Manutius. Deze uitgave was fors uitgebreid met Griekse spreekwoorden, dankzij de geleerden die Erasmus daar leerde kennen, zoals Girolamo Alejandro en vooral Urbano Bolzano. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de lof der zotheid wemelt van de Griekse spreekwoorden. Meer nog, één woord op de 100 is niet Latijn, maar Grieks in deze tekst, die helemaal de geest van Lucianus ademt, naast heel wat andere Griekse auteurs. Erasmus had jaren voordien ook in vriendschappelijke competitie met Thomas More heel wat werkjes van deze Griekse satiricus vertaald. Cum Erasmus laudem suam stultitiae scripsit noam editionem adagiorum nuper ediderat Venetiis apud officinam illustrissimi typografi Aldi Manutii Romani. Haec editio adagiis Graecis largiter aucta est. Adagia quae Italii doctissimi supeditarant ut exempli gratia Hieronymus Aleander Motensis et praesertim Urbanus Bolzanius Pelunensis. Nec mirandum moriae encomium tantis adagiis Graecis abundare. Immo unum verbum percentum in hoc textu totum Lucianum spirante non Latinum sed Graecum est. Aliquot annos ante Erasmus amicaliter cum Thoma Moro certans varia opuscula huius auctoris Graeci jocosissimi Latine verterat. Dat was het voor ons deze keer en graag tot een volgend Erasmiaans filmpje. Tot ziens. Finis nobis hic est. Ad proximam peliculam Erasmianam curate ut quam optime valeatis.